via Cultura Weekend Magazine. Met Sylvia Landa over 25 jaar kunstrondje Dordt. Ik schakel even door naar onze andere gast. Sylvia, ik zou bijna zeggen een jubileum wat op bescheiden schaal misschien nog wat gevierd gaat worden. 25 jaar kunstrondje Dordt in een seizoen waarin bijzonder veel activiteiten die normaal gesproken bij dat kunstrondje horen, eigenlijk ook allemaal in het water vielen. Ja. Ja, wat doe je eraan? Ja, weinig. Je gaat er een beetje gelaten mee om, denk ik. Ja, het is zo. Laten we beginnen bij 25 jaar geleden. Hoe is ooit kunstrondje Dordt tot stand gebracht en wat was de bedoeling eronder? Nou ja, 25 jaar geleden, kijk, er waren natuurlijk al veel lange kunst- en antiekhandelaren in Dordrecht, al een flink aantal. En daar ontstaan natuurlijk vriendschappen, omdat je raakvlakken met elkaar hebt. En gaandeweg werd er het idee geboren van, joh, als we nu eens gewoon een soort plattegrond maken, waarop aangetekend wordt waar die kunst- en antiekhandelaren zitten, dan kunnen bezoekers die Dordrecht binnenkomen en geïnteresseerd zijn in kunst en antiek, die kunnen gewoon dat plattegrondje pakken en gaan wandelen. Ja. En er zijn een aantal mensen uit die club opgestaan, waaronder ook Bert Jintes. En die hebben dus op een gegeven moment die plattegrond gemaakt. En zo is dat eigenlijk geboren. En daaruit voortvloeiend zijn er allerlei andere samenwerkingsverbanden ontstaan. Steeds meer winkeliers gingen zich ook aansluiten. Mm-hmm. Want het was natuurlijk eerst kunst en antiek, maar toen kwamen al gauw eigenlijk ook de antiquariaten erbij. Ja. En galleries. En ja, zo is dat eigenlijk in die 25 jaar steeds verder gegroeid. Ja. Want hoeveel mensen zijn, of winkels, of kunstenaars, of antiekhandelaren zijn er nou inmiddels aangesloten bij Zo'n 52. 52, ja. Een behoorlijk aantal. Ja. Nou weet ik ook dat Dordrecht landelijk wel bekendheid geniet vanwege het grote aantal winkels dat zich bezighoudt op dat segment van kunst en antiek en curiosa en antiquariaten. Dat is wel iets wat heel erg hoort in deze stad. Ja. Ja. En hoe is dat nou ooit ontstaan? Jij komt uit een kunst en antiek familie. Ja. Kun je iets van die ontstaansgeschiedenis delen met onze luisteraars en kijkers? Ja, zonder nou natuurlijk meteen alles naar mijn familie te trekken. Maar binnen mijn familie is een groot aantal zijn natuurlijk kunst- en antiekhandelaren. Ja. Dat weet eigenlijk iedereen wel. En wij wonen allemaal in Dordrecht. Dus onze winkels zaten ook in Dordrecht. Er zijn er nu een aantal met pensioen daarvan. In onze hoogtijdagen waren we met een grote groep. En vrienden van vrienden en ook andere zaken, zoals Pandora zat er natuurlijk ook. Ja. We zijn natuurlijk ook weer, zijn zoons zijn ook weer zo verder gegaan. Dus uiteindelijk is dat een beetje op zo'n manier gegroeid. Hè. Er is geen opleiding om kunst- en antiekhandelaar te worden, dat bestaat niet. Je kan hooguit geïnteresseerd zijn in kunstgeschiedenis, maar het is natuurlijk niet realistisch om te denken dat je in een Rembrandt of een Van Gogh gaat handelen. Het zou leuk zijn, maar dat is natuurlijk een utopie. Dus zo'n opleiding, dat doet niet veel eigenlijk voor jou. Hè. Het kan je wat leren, maar niet genoeg. Dus je moet eigenlijk door iemand meegenomen worden in dit vak om alle ins en outs te leren. Ja. Dus ja, om hierin te beginnen heb je eigenlijk een heel iemand naast je nodig die je de kneepjes van het vak leert. Toch een beetje een het nest waar je uitkomt en dat het van generatie op generatie weer doorgaat. Ja, ja, dat klopt. Ja. En dat is vooral in mijn familie is dat heel, heel duidelijk zichtbaar. Ja. Dus ja, dat zo is dat eigenlijk een beetje gegaan. En ik heb het grote geluk dat mijn vader en moeder nog steeds de antiekzaak ook hebben. Ja, dus ja, Voorstraat Noord. Ja, op de Voorstraat Noord. Ja, en ik ook. En ik, ja, het is gewoon fantastisch, althans in mijn geval dan, om gewoon iedere dag met mijn ouders te mogen werken.
Wie kan zeggen dat je vader en moeder je beste vriend en je zakelijk partner zijn, ja. Maar ook je vader en moeder. Dus het is een hele innige vriendschap, relatie, familie. Ja, heel erg mooi. Frits, herhaling van een heel mooi project is natuurlijk altijd super moeilijk, maar... Zo'n kunstrondje, is dat ook iets waarvan je denkt van daar zou je journalistiek wat mee kunnen? Zeker. Ik zou het wel toespitsen op het vakgebied, hè. Dus jullie deskundigheid, maar ook wel weer de liefde. Waarom zit Sylvia of waarom zit jouw vader en je moeder nog altijd in die zaak? En wat is dat? Ik weet van Sylvia dat ze het ook soms moeilijk heeft met die markten en met dingen. Maar altijd weer die gedrevenheid. Dus dat zou ik ook heel goed kunnen opschrijven. En het is een speciaal stukje in Dordrecht. Het is, en nu met Door erbij komt er weer iets bij aan levendigheid. Maar veel meer mensen zouden moeten weten. Het is een hele rare... prettige sfeer daar. Het is ik kom er heel graag. Ja. Het is heel Dordts. Ja, nou, dan gaan we zo nog eens even uitgebreid over doorpraten. Ik ga even een intermezzo inlassen. Een aantal weken geleden heb ik hier in de uitzending gesproken met Edward Thompson, die ook iets gaat doen voor het Dordrecht Museum. Een heel bijzonder project. Hij is bezig om een boot te bouwen die is afgeleid van de Nederlandse historie van de trekschuit. En we gaan die schuit over enige tijd ook daadwerkelijk trekken van het Dordts Museum. For about a month now. We gaan kijken. The process of building the boat will take around 6 months in total. So we're really just at the beginning. What you see behind you is the not the real boat. This is really the molds that we're using to make the actual beams. The boat building has been progressing well, but we were delayed in starting. We were delayed by 6 months because of Corona, when we were not able to work here. So we should have, according to the original planning, been nearly finished with building the boat now, rather than just at the start of it. Other than that, we've not faced many obstacles. We expect the boat to be finished in spring, maybe late spring. And we expect to do the event around May. Ja, Edward Thompson, druk bezig met die boot die inderdaad vanaf het Dordts Museum, vanaf de museumtuin, door de straten via de kloostertuin gesleept gaat worden naar het Hof van Nederland. Dat is dan weer bedoeld om ook die route en die verbinding tussen die beide delen van het Dordts Museum wat beter in beeld te gaan brengen. Het is toch ook een heel bijzonder project. Had jij er al iets van meegekregen? Ja, zeker. Ja. Dus, ja. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik denk dat het heel spannend is. Dus, ik wil het graag zien. Ik wil het meemaken. Dus spannend. Je gaat niet zelf meesjorren aan de boot? Of nou, gaan we jouw familie ook aan de touwen zien hangen? Ja, nee. Met mijn gesteldheid laat ik dat niet doen. Maar ik ga zeker kijken. Ja, het is inderdaad een heel bijzonder project. Het project wordt ook hier in deze hal. We zitten hier in de Biesboshal van oudsher, een scheepshal. Er wordt weer een boot gebouwd, zou ik maar zeggen. Wow. Überhaupt een hele inspirerende hal hier natuurlijk. Waar zit de university ook... gevestigd is. Maar even terug naar het verhaal van het kunstrondje. Wat Frits daar ook over vertelde, dat er best hele bijzondere verhalen in zitten. Dat is inherent. Ik bedoel, mijn vader bijvoorbeeld, maar ook Otto Rijsdijk is een van de Engelandvaarders. Ja. En daar zijn zulke fantastische verhalen dat ik me wel eens afvraag of daar niet toch wat mee gedaan moet worden. En dan even voor de kijkers en luisteraars, Engelandvaarders, niet in de zin van de Tweede Wereldoorlog, maar... Nee. Maar de Engelandvaarders, dat zijn de antiquaire in Nederland die op Engeland voerden met vrachtwagens om dus daar antiek te zoeken. De Antique Hunt Roadshow, zullen we maar zeggen.
En dan brachten ze dus die vrachtwagens brachten ze dus naar Nederland en voor ons dus naar Dordrecht. En dan werden er dus de mooiste kunstschatten werden dus weer uitgeladen en hier dus weer verkocht. Ja. En daar zitten zulke mooie verhalen in. Dat is echt, dat is boekwaardig, echt waar. Ja, alleen, ja. Ik heb van jouw oom, Otto Rijsdijk, wel eens begrepen dat het publiek bijna al bij de vrachtwagen stond als de deur open ging. Ja, 's nachts. Dus dat was echt, als mijn vader of Otto of Piet Rijsdijk terugkwamen, dan werden de vrachtwagens de straat opgereden. Dan hoopten ze eigenlijk nog 1 of 2 uurtjes te slapen. Maar het was soms al zo dat ze al voor de deur stonden. En dan, dan gingen de deuren gingen open en dan stonden ze voor elkaar. En dan stonden dus de andere antiekhandelaren stonden elkaar te verdringen om dus de stukken te mogen kopen. Ja. En dat jaar in jaar uit. Ik ben daar ook mee opgegroeid. Voor mij was dat normaal natuurlijk. Hè, mijn moeder had een koffieautomaat. Dat was een ding wat in het grote hotel ook stond. Wij hadden een automaat van een meter hoog. En daar liep liters koffie uit. En dat ging echt met grote getalen werd dat bij ons aangevoerd. Ja. Ja. Nou is een ander aspect van dat hele kunstrondje en iets waar ik altijd met erg veel plezier overheen liep. Ook het kunst- en antiekmarktje rondom de Nieuwkerk. Ja. Dit hele jaar was het er niet. Nee. Wel echt absoluut een gemis. Ja. Kwam ook door corona en door allerlei extra maatregelen die je dan zou moeten treffen om dat goed te kunnen organiseren. Ja. Is er enig zicht op of we volgend jaar dat wel weer gaan beleven? Of zitten er nog hele lastige aspecten in waardoor dat toch ook volgend jaar misschien best moeilijk is? Nou, je hoorde waarschijnlijk de diepe zucht al. Ja, ik heb een plan in mogen dienen en daar hebben we ontzettend hard aan gewerkt. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik daarbij ontzettend veel hulp heb gekregen vanuit ook de gemeente. Dat ze echt wel hopen en willen dat de dingen op een goede manier toch door kunnen gaan. En daar is dus de kunst- en antiekmarkt één van. Het is alleen gewoon ontzettend moeilijk, omdat je eigenlijk, wat Rutte al zei, met de helft van de kennis 6-7 maanden vooruit moet gaan plannen, terwijl dat je eigenlijk niet weet wat er over 6 maanden wel is. Dus het punt is dat wij nu met maatregelen zitten die nu gelden, die ik vorige week de plannen heb geschreven, die afgelopen dinsdag eigenlijk alweer veranderden. Ja. Dus het is zo ongelooflijk moeilijk om zulke soort dingen goed en juist in elkaar te timmeren. Maar goed, ik heb nu denk ik een goed coronaplan in elkaar kunnen draaien. Daar heb ik echt de tijd voor genomen. En nu is het kijken en hopen dat ik partijen kan vinden die mij willen helpen met de kosten die eraan verbonden zijn. Ja. Want er zitten zulke hoge kosten aan, aan dit. Even voor onze kijkers en luisteraars. Wat zijn nou die bijzondere maatregelen die je dan moet treffen? Want er staan mensen helemaal niet bij stil, denk ik. Die dan ook zo kostenverhogend werken. Nou, je moet onder andere denken aan dat het plein afgeschermd moet worden. Het moet helemaal met hekken eromheen. Omdat mensen bij in- en uitgang de handen moeten desinfecteren. Maar daar ook triage plaatsvindt. Dus mensen worden gevraagd, bent u ziek, bent u verkouden, heeft u dit, heeft u dat? Nou, als alles nee beantwoord wordt, dan mogen ze erop. Maar het zou ook nog kunnen dat er op dat moment nodig blijkt dat er ook nog om een telefoonnummer of contactgegevens gevraagd wordt. Ja. Wat we nu hebben gedaan is een plan gemaakt wat zo ongelooflijk streng in alle maatregelen staat. Waarin de allerstrengste maatregelen vanuit Den Haag zou kunnen. Ja. En de afspraak is nu dat wij dus voorafgaand aan de markt contact hebben met de diensten om te kijken welke maatregelen voor die markt nodig zijn om dus de markt neer te zetten. Dus dan kun je per keer nog weer bijstellen. Ja, want dat is natuurlijk ook een van de dingen. Kijk, deze markt is beslaat een half jaar. Ja. Dus het is ook zo ontzettend moeilijk omdat je in april begint, maar pas in oktober eindigt. En het kan natuurlijk alle kanten nog opgaan.
He, want ik bedoel, het lijkt mij we weten allemaal dat er een vaccin aan zit te komen. Alleen, ja, wanneer? En als die dan daar is, gaat dat natuurlijk ook niet in 1 of 2 weken voor de hele bevolking gelden. Ja, en nou denk ik van, ja, dan heb je daar zo'n marktje en het is er altijd sfeervol en gezellig. Maar er staan handelaren met een kraampje en die willen het liefst dat het kraampje zo weinig mogelijk kost. Want die willen daar gewoon omzet draaien en daar wat aan overhouden. Hoe gaat dat nou straks dan met die kosten? Worden die kraampjes duurder? Gaat de gemeente bijpassen? Ja. Daar zijn we over in gesprek. Dus ik hoop eigenlijk dat ik daar dus partijen voor kan vinden die me daarin willen helpen. Ik kan de kramen niet opvoeren, want daar zit eigenlijk de rek een beetje uit. Ja. Ook omdat er steeds meer kosten vanuit de gemeente opgekomen zijn, die ik ook door moet berekenen op de kramen. Dus dat wordt gewoon toch heel moeilijk om daar vandaan te halen. En de partijen die natuurlijk mee participeren, zoals een popcentrale, wij, dat zijn natuurlijk allemaal partijen die gewoon financieel door corona zo aangetast zijn, dat het gewoon heel moeilijk is om daar extra geld los te pakken. Ja, want daar staan we misschien wel veel te weinig bij stil tijdens al die dagelijkse beslommeringen die iedereen natuurlijk heeft, maar de impact van corona en alle maatregelen die worden getroffen, grijpen natuurlijk heel erg diep in het bestaan van winkeliers, van de hele middenstand. Hoe gaat dat überhaupt in de Dordtse binnenstad? Heb je enig beeld of hoor je mensen praten over wat het met hen en met hun winkel en met hun nering doet? Nou ja, zoals je weet ben ik natuurlijk niet alleen voorzitter van het Kunstrondje Dordt, maar ook van Voorstraat Noord. Je hebt tweeledig. Binnen het Kunstrondje hoor ik eigenlijk redelijk positieve berichten. Iedereen zegt wel van, joh, luister, we verkopen. Mensen zijn er huis mooi aan het maken, willen thuis gezelligheid. Dus kopen een extra mooi ding om in huis te zetten. Dus daar gaat het best redelijk. Het rondneuzen, het shoppen is minder. Mensen komen gericht op een ding binnen en kopen wel of kopen niet. Nou ja, op zich is dat ook goed. Per klant wordt er vaak een wat duurder ding aangeschaft. Dus per saldo blijven de ondernemers redelijk gelijk. Maar bijvoorbeeld op de Voorstad Noord heb ik bijvoorbeeld natuurlijk ook horeca zitten. Ja. Daar heb ik gisteren weer uitgebreid allemaal mee gesproken. Ja, die zitten met de handen in het haar. Die weten gewoon absoluut niet hoe het nu verder moet. 10 uur dicht. Hoe gaan we verder? Wordt het dadelijk nog strenger? De winterterrassen, krijgen ze überhaupt winterterrassen? Ze moeten hem aanvragen, maar er wordt ontzettend veel neergelegd bij wat absoluut logisch is bij wat de omgeving daarvan vindt. Ja. Als zij vinden dat ze er overlast van ervaren, wordt misschien zo'n terras niet toegekend. Dus het is in dat gebied ontzettend moeilijk. Ja. En het is een hele grote uitdaging om nu voorzitter te zijn van 2 van deze ondernemersclubben. Ja, waar gewoon wel heel veel in gebeurt. Als we dat voorbeeld van die horeca nemen, want ik las inderdaad afgelopen week in AD de Dordtenaar dat er dan in beginsel zei Maarten Burgraaf, de wethouder economie, ruimte is om winterterrassen te realiseren bij die horeca. Maar in datzelfde artikel lees je dan van er moet een aanvraag ingediend worden. Je weet nog niet hoe een koe een haas vangt. Er kleven nog heel wat dingen aan voordat daar een winterterras staat bij de Hardaway of bij de Tijd. Om het even bij Voorstraat Noord te houden. Magazijn. Ja, dat klopt. En dat moeten mensen ook niet vergeten. Het is een enorme investering. Ja. Deze ondernemers moeten waterproef parasolen, terrasverwarmers. Dus het zit hem niet alleen maar in een terrasje aanvragen. Ja. Er moet echt wel wat gebeuren om dat draaiend te krijgen. Dan moeten ze weer geld ergens in steken, terwijl dat ze
financieel al flink een aardige lating hebben gedaan. Dus voor dit soort mensen is dat heel heftig. Ja, want er mogen minder mensen het café in, ja. De terrassen puilen niet uit. Ja. En je moet toch fors investeren. Ja, dus dat is heel tegenstrijdig. En ja, als je dan al ruim een half jaar in deze moeilijke situatie zit. Ja, dan is dat een enorm moeilijk iets. Ja. En hoe is dat verder voor de leden van die aangesloten zijn bij Kunst Rond Je Dordt? Want normaal gesproken weet ik uit die branche van zomers moet je het eigenlijk zo draaien dat je die rustige maanden doorkomt. Ja. Die we op dit moment inschieten, oktober, november. December loopt het dan weer een beetje op met feestdagen en zo. Ja. Hoewel er ook dit jaar volgens mij geen kerstmarkt is. Nee, geen kerstmarkt. Zijn ze er wel in geslaagd om wat vlees op de botten te hebben? Ja, wat ik ervan begrijp. Kijk, de meeste kunst- en antiekhandelaren in Dordrecht zijn al jaren bezig. Hè? Dus dat is natuurlijk wel, dat zijn mensen met vakkennis, maar ook mensen die snappen hoe het werkt om ondernemer te zijn. Dus die kunnen aardig meegaan met een op- en neergaande economie. Alleen, dit is wel even een hele andere koek. Hè. We hebben natuurlijk in de 80e jaar, of in 2008 tot en met 2015, zo'n beetje ook een enorme crisis gehad. Maar dat is anders. Dit was zo hele andere soort ervaring. Niemand van ons die nu de antiekwinkels heeft dit ooit meegemaakt. Nee. Dus het is allemaal nieuw. Het is een nieuwe ervaring. Maar goed, aan de andere kant zie je ze gewoon opkrappelen. Zie je ze dingen doen die ze anders nooit deden. Dus ze doen het op zich op hun vakgebied goed. En wat ik al zeg, mensen zijn wel in hun huizen aan het investeren. Ja. Om het thuis gezellig te hebben. En dat is natuurlijk voor ons niet verkeerd. Wij zijn natuurlijk per definitie de leverancier van gezelligheid in een huis. Ja. He, en daarnaast zijn er nu ook plannen om, he, want oké, de kerstmarkt gaat niet door. Nou, dan zeggen we, nou, dan gaan we toch wat anders verzinnen. Dus we hebben een plan ingediend bij Dordrecht Marketing om dus een vintage kerstroute op te starten. Nou, daar zijn onze leden meteen ingesprongen, dus daar worden nu plannen voor gemaakt hoe we dat aan gaan pakken. Mensen kunnen strakjes gewoon, als ze Dordrecht binnenkomen, kunnen ze bij het VVV een flyer halen waar dus alle vintage kerstwinkels zitten. Een soort kunstrondje door het wintereditie. De wintereditie. En ik zie gewoon onze leden, die springen daarin. Ze zijn daar ook, iedereen wil daarin investeren en in meedoen. Ja, oké. Okay.